Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de derde aflevering van Robin Small Talk. De afleveringen waar Ben, Johan en Timon afvielen. En eigenlijk ben ik wel heel erg blij dat ik de vorige afleveringen mijn verdachten heb veranderd. Eigenlijk heel simpel, juist omdat ze allemaal zijn afgevallen. Het waren ook zeker interessante afleveringen om te zien. Zeker omdat er voor de verandering eens bij elkaar weer 6 opdrachten waren in plaats van 4. In ieder geval, voordat we dat allemaal gaan bespreken, gaan we eerst door naar onze community. Nou, deze keer heeft de poll wel geteld. 1 stem gehad, namelijk op Simone. Er staat nog een stem op Emma, maar die heb ik daarin gezet. Dus ja, die mag ik officieel niet meetellen. Voor de komende aflevering van Robin Small Talk, en dat is ook natuurlijk de laatste ook alweer van dit seizoen. Laat weten in de reacties wie jij denkt dat de mol is en ook waarom, zodat ik het uiteraard mee kan nemen. Ik ben er heel erg benieuwd naar nog steeds. En er waren ook nog een aantal reacties onder de video. Het grootste deel was eigenlijk dat er niet gestemd kon worden op de straw poll en dat er andere dingen niet helemaal goed gingen. Die neem ik dus niet mee uiteraard. Daarnaast was er ook nog een reactie van Emily. Leuk om weer eens een keer terug te zien. En de reactie was de volgende. Simone kiest ervoor om iets te doen wat niemand van haar verwacht. En dan praat natuurlijk over de vorige 2 afleveringen. En ze kiest 2 keer voor de minst waarschijnlijke optie. En dus een hele slimme molactie. Daarnaast heeft ze veel ervaring met escape rooms. Maar toch kan ze de opdracht waarmee ze een vrijstelling kan verdienen niet goed uitspelen. Of eigenlijk helemaal niet. En dat maakt haar meer verdacht. En eigenlijk ben ik daar wel heel erg mee eens dat ze daarmee zichzelf verdacht maakt. Ik had zelf geen idee dat ze ook escape rooms deed en ik heb het zelf wel een keer gedaan en daar horen dit soort opdrachten eigenlijk ook wel bij. Ja, dan lijkt het mij ook wel dat je dat tot een goed einde kan brengen en zeker nog wel eerste kan worden. Daarnaast heb je ook nog een andere reactie gegeven en die heb ik bewust verwijderd. Ik weet niet of het een schapje bedoeld was of niet. Ik volg namelijk zelf ook het nieuws. Ik vond het in ieder geval niet helemaal gepast om het op mijn kanaal te doen. Vandaar dat ik het heb verwijderd. Mochten jullie als maloten nog andere hints of theorieën hebben die ik heb gemist de afgelopen afleveringen, laat het vooral weten in de reacties, want dan neem ik die ook absoluut mee. En dan is het alweer tijd om aflevering 5 en 6 te gaan bespreken van Wie is de Mol streaming editie. De titel van aflevering 5 was Er was eens. Ja, natuurlijk is dit zoals altijd het begin van een sprookje. Of het voor de kandidaat ook een sprookje was, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Zeker omdat het in de Sahara was. Nou, het was in de woestijn. Het was natuurlijk ontzettend warm en ze hadden ook heel veel zon. Wat logisch is natuurlijk. Meer dan dat kon ik ook niet echt vinden voor de titel van deze aflevering. Dan hebben we natuurlijk ook aflevering 6, waar de titel Verdeel en Heers was. Natuurlijk wees deze titel op alle opdrachten die deze afleveringen afspeelden. Waar ze juist wel of niet met elkaar moesten verdelen. En daarmee het spel konden spelen. Maar daar komen we zo meteen op voor aflevering 6. Maar eerst gaan we door naar aflevering 5, opdracht 1. Deze opdracht is genaamd Vliegend of Liegend Tapijt. De opdracht waar ze 1000 euro konden verdienen als ze eigenlijk geen water uit de bak verspilden. Maar goed, ze hebben alsnog 500 euro in de pot erbij gespeeld. En dat is toch wel erg goed gedaan. Natuurlijk kan ik alle kandidaten gaan bespreken in deze opdracht. Maar alleen is Nireen nog over. En wat zij deed was natuurlijk ook wel heel erg slim. En dat maakte haar in mijn ogen ook wel heel erg verdacht. Ja, nu ga je. Kom er wel achteraan. Titsie, je moet in één keer gaan. Gecontroleerd. Hou vast. Om natuurlijk met zoveel mogelijk bewegingen naar beneden te gaan. Ja, en iedereen die een beetje logisch nadenkt, kan ook wel bedenken dat dat niet de oplossing was. En je zag pas bij het laatste dat ze met het touw naar beneden gingen, dat dat natuurlijk de beste oplossing was. En dat is dus de meest stabiele voortbeweging naar beneden toe. Ja, zoals ik net ook al zei, erg verdacht van Nire. Maar nog steeds niet voldoende om te zeggen dat het een goede molactie was. Dan hebben we opdracht 2, genaamd Fata Morgana, waar ze 1100 euro konden winnen als ze alles op tijd geopend kregen. Maar alsnog hebben ze 600 euro ook hier in de pot bijgespeeld. En ik moet het ook wel zeggen dat ze het goed hebben gedaan. En toen ik de titel zag van de opdracht, toen had ik wel zoiets van, zou dat met de Efteling te maken hebben? En uiteindelijk bleek dat ook wel zeker het geval te zijn. Want ze hadden daar dus letterlijk een telefoonhokje neergezet. En hier wilde ik ook zeggen dat Team eigenlijk wel een goede molactie had. Zouden jullie kunnen kijken naar de uitgang van de attractie van de Fata Morgana? Hij probeerde eigenlijk de rest van de kandidaten af te leiden. Maar ja, zoals we weten is hij dus afgevallen en kan het dus niet meer als molactie worden meegenomen. Uiteraard, voor de mol zelf was dat ideaal, want er werd toch weer het geld uit de pot gehouden. Wat we wel kunnen gebruiken is het moment van jammer. En hij zegt ook dat hij nooit in de Efteling is geweest. Ik wilde bijna zeggen dat het onmogelijk is dat iedereen
wel een keer is geweest. Maar ik heb even gekeken of ik wat kon vinden op zijn sociale media. Nou, dat was eigenlijk vrij weinig. Dus ik mag er dan ook echt wel vanuit gaan dat hij ook daadwerkelijk daar niet is geweest. Het is dan ook wel slim wat hij daarna uitvoert wanneer hij met de betreffende vrouw aan de telefoon is. Om hem te helpen met de vragen te beantwoorden. Het zou dan ook een hele goede molactie kunnen zijn, maar vooralsnog zie ik hem als een hele goede kandidaat. En de reden waarom ik denk dat hij een goede kandidaat is, komen we zo meteen op bij aflevering 6. Maar eerst gaan we door naar opdracht 3. En deze is genaamd aantrekkingskracht, waar ze €300 nog extra konden verdienen. Ze hebben maar €75 in de pot bijgespeeld. Hier was het vooral een actie van Nire die nogal opvallend was. Ja, eigenlijk zet ze zichzelf ook tijdens deze opdracht een beetje voor het blok. Meer omdat ze en antwoorden niet wil geven en gewoon geen goed antwoord heeft op de vragen die ze krijgt van andere kandidaten. Ze kan ook bijvoorbeeld niet goed aangeven waarom ze Emma niet vertrouwt. En als Nire hiermee toch de mol blijkt te zijn, dan heeft ze echt wel een goede steek laten vallen en dat is wel jammer. Maar goed, vooralsnog ga ik ervan uit dat het een onhandige actie is geweest. En dan hebben we alweer de laatste opdracht van aflevering 5. En die heette Molwaardig. En eigenlijk was het ook niet echt een opdracht, maar meer een soort van tussen aanhalingstekens een informatieavond. Waar de kandidaten van elkaar te weten konden komen toen de vraag werd gesteld of ze goed konden liegen. Door de hier en daar toch wat gretige kandidaten is de €1750 uit de pot gegaan. En heeft het ook aan het einde voor een dubbele eliminatie gezorgd. Alleen Emma en Johan hebben hier niet de video's bekeken. Ja, voor zoals we weten heeft het voor Johan niet goed uitgepakt. En voor Tiemen en Ben heeft het uiteraard ook niet veel beter uitgepakt. Ze hebben wel €750 uit de pot gespeeld. En ze hebben eigenlijk geen informatie gewonnen. Nu weten we sowieso van de kandidaten niet wie, niet echt wie wilde zien. Dus daar kunnen we dan ook niet heel veel mee. Maar ik denk nog steeds dat Emma, Simone en Jelmer een goede kans maakten om hier een mol te kunnen zijn. Ze vertelden alles heel erg bedachtzaam en het duurde ook even dat ze antwoord gaven op de vragen die gesteld werden. Het leek alsof ze daar meer te verbergen hadden dan echt wat nodig was. Uiteraard kan er maar één de mol zijn. Dus ja, dat betekent toch dat ze alle drie een erg goed spel hebben gespeeld tijdens het maken van die specifieke video's. In ieder geval de eindstand voor aflevering 5. Voor mij, wie ik denk dat de mol zou kunnen zijn, is Emma en Jelmer nog steeds. En een klein beetje Simone. En daarmee gaan we door naar aflevering 6, opdracht 1. Deze is genaamd buitenspel, waar ze €5000 konden verdienen voor de pot. Uiteindelijk door Jelmer is er nog €2500 bijgekomen. Ja, er was eigenlijk één persoon die zich, of één kandidaat die zich buitenspel gezet voelde. En dat was namelijk Nire. Nadat zij dus als eerste, nadat ze door de overige kandidaten eruit gestemd was. Ik voelde me een beetje alsof ik in een heel ander programma zat. Waar je mensen weg moet stemmen. En dat is niet fijn, dat kan ik je wel vertellen. Nee, ik was graag langer overgebleven en ik had graag het spel meegespeeld. Zover ik mij kan bedenken, dit seizoen is dit de eerste opdracht die eventueel zou kunnen verwijzen naar een kandidaat. En misschien zelfs wel de mol. Wat denken jullie hiervan? En laat het ook weten in de reacties. En voor Emma maakt het allemaal ook niet heel veel uit welke opties er werden gekozen. Want uiteindelijk zou het toch wel in het voordeel van haar zijn of van de andere kandidaten. Ze vertelde het voor mij ook een beetje op de manier dat ze een mol was. Zoals ik net zei, welke keuze er ook werd gemaakt, de kans was erg groot dat het geld gewoon in het spel bleef. En daarmee probeerde ze ook aan het einde Jelmer te overtuigen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Als iedereen de waarheid spreekt, maakt het eigenlijk niet uit wie we eruit stemmen. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Natuurlijk maakt het ook Jelmer heel erg verdacht. Zeker omdat de vorige aflevering natuurlijk €1750 in de pot vrij is uitgespeeld door de laatste opdracht. En natuurlijk hier nu weer €2500 bij is gekomen. Ik heb een beetje het gevoel dat hij hier ook mee de mol zou kunnen zijn. En dat hij probeert goodwill te kweken bij de andere kandidaten. Zodat hij niet verdacht wordt en tot het einde van het spel ongemerkt kan blijven. Dat gezegd hebbende gaan we door naar de laatste opdracht van de aflevering. En deze is genaamd culinaire hoogstandjes, waar ze €1000 konden verdienen wanneer ze alle vragen goed hadden en het goede kistje hadden gekozen. Maar helaas ging dat dus niet goed en moesten ze dus €500 uit de pot betalen voor de rekening die ze kregen van wat ze hadden gegeten en gedronken. Helaas,
Geen geld verdiend voor de pot. Nee. Wel de rekening van jullie lekkere lunch. 500 euro. Mogen jullie zo meteen aftikken bij de ober. En het geld komt uit de pot. Er gebeurden hier wel dingen. Ik merk dat ik mijn script ook niet goed heb gemaakt. Lekker handig voor mij. Dat de omschrijving die Emma doorgaf redelijk generiek was. Het, uiteraard hetzelfde geldt voor Nere. Die gaf ook een hele generieke omschrijving van het kistje. Dus de kans dat ze die goed hadden was erg klein. Een van de andere dingen was natuurlijk van Jelmer. Dat hij zei dat de naam van de ober niet was veranderd. Welke naam had de ober tijdens het uitserveren van het hoofdgerecht? Die weten we. Wisselt hij van namen? Nee. Oké. Dat was toch dezelfde man? Ja. Terwijl het wel degelijk het geval was. Nou, dat hebben we ook kunnen zien. Ja, dat waren in ieder geval de meest belangrijke dingen. En ja, dat maakt ze allemaal net even toch wat weer verdachte. Mochten jullie zelf nog hints of theorieën hebben, laat het ook dan weten in de reacties. Ik neem het heel graag mee met de volgende video. Uiteraard is dat de laatste video, maar ik wil ook zien hoe jullie hierover denken als community. Dat betekent ook weer dat we zijn aangekomen bij de test en eliminaties van de twee afleveringen. De afleveringen waar Ben, Johan en Tiemen het spel moesten verlaten. Zoals ik eerder al zei, was ik van Ben al niet helemaal zeker of hij de mol zou kunnen zijn. Zeker omdat hij natuurlijk heel veel in beeld is gebracht. Eigenlijk een beetje hetzelfde voor Johan en voor Tiemen. Ja, daar werd ook bij hun de meest verdachte momenten getoond. En eigenlijk, voor wie ik nu verdenk, is er eigenlijk niet heel veel veranderd. Namelijk Emma en Jelmer. En ja, ik sluit ook nog niet helemaal uit dat het Nire of Simone zou kunnen zijn. Normaal gesproken zou ik ook een definitieve molkeuze maken. Ik ga het in dit verhaal niet helemaal doen. Zeker omdat er niet heel veel informatie is. En ook eigenlijk een beetje de echte moltalk mis. En de echte dingetjes die je normaal ziet in de echte moltalk. En dat is ook waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet je niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.